En hoe ik nu in hindsight kijk naar die stap van jullie, maakt het zo erg sens dat jullie daarmee met merch met zijn begonnen. Dat ja, het, achteraf uh, gezien wel, ja. 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 ja, En, en, en ik denk ook dat wij, zeg maar, een van de uh, eerdere winkels waren, of concepten waren, die een uh, merch op dit niveau neergingen zetten. Uh, achteraf zag je in corona zag je veel winkels volgen, uh, omdat ze paniek raakten van hé, hey, er valt veel weg. Oh. Um, ja, wij waren wel die stap al voor, dus zat bij ons wel al een gedachte achter. Um, en terugkijkend op die campagne, ja, je kan een zwart en wit T-shirt en een hoodie uh, in je winkel droppen en zeggen van hey, uh, je kan het kopen. Of je gaat kijken naar, oké, okay, voor ons was het heel belangrijk. Het is voor Amsterdam. Uh, wij zijn een taste maker in Amsterdam. Wie vinden wij passen bij ons merk? Uh, wie vinden wij dat ook een positieve invloed heeft op de jeugd of op mensen in Amsterdam? Dus dat was dus niet alleen uh, in onze eerste campagne. Dus we hadden twee delen. Hadden we bijvoorbeeld Lasse Scheune, Casper Dolberg en Rasmus Christensen. Nou, dat was het jaar dat ze de halve finale Champions League haalden. Hadden we Jamie van Heijen als chef. Uh, dan hadden we James Watts als uh, opkomend artist. Uh, we hadden bijvoorbeeld Yuki en Lissy als koppel. Uh, uh, eentje is artiest, andere stilist. Maar we gingen ook kijken van... oké, okay, maar er zijn natuurlijk ook veel meer mensen... die misschien niet de allergrootste following hebben... maar wel een positieve invloed hebben op mensen. Mm -hmm. Dus eigenlijk ben je daar al mee bezig... van hey, wie hebben een verhaal te vertellen? Of dat nou ICD was die toen plus size model was... en daarmee uh, jonge meiden ook de zekerheid gaf... dat je ook uh, een maatje <kuggen> meer mag hebben... zeg maar en dat je nog steeds gerespecteerd wordt... Um, en dat vind ik wel belangrijk, weet je, dat het niet alleen maar marketing-wise is van... Uh, hey, ik hoorde het toevallig in de vorige podcast voor jullie ook. Het draait niet alleen maar om aantallen. Het draait mm. ook dus om de boodschap die je te vertellen hebt. Ja, 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 dus ja, voor ons was die campagne, Rulers of the City, de... he, ja, dat ligt mij het dichtst bij mijn hart. Omdat natuurlijk ook ons kindje werd geboren. Het is iets, een campagne die we dan verzinnen, uh, maar ook met een boodschap. Dus, want het was helemaal geen sales-driven campagne. Je, je kon een stukje vertellen over waarom jij vindt dat je belangrijk bent voor deze stad. Of, en dan wat wij vinden van jou. Dus het was niet van: hey, dit is het product. Het product was bijzaak ten opzichte van de campagne. Dus uh, ja, dat was voor mij wel een mooi startpunt, zeg maar. om terug te komen op je vraag. Wanneer ga je van een merchline naar een merk? Ja, weet je, op een gegeven moment gaat iets goed lopen. Mm -hmm. en dan is de vraag naar meer kleuren. En op een gegeven moment wil je natuurlijk ook een stap maken van. Ja, je wilt jezelf ook niet kort doen om jezelf alleen maar merch te well, noemen. Ja, en maar dat ja. is heel geleidelijk gegaan. We zijn nu in jaar zes. Ja, vanaf welk punt gingen jullie het echt behandelen als een kledinglijn en niet een extensie van uh, vorige? Van... Ik denk dat het eigenlijk wel in corona-tijd kwam. Natuurlijk, vlak na de lancering uh, sloeg corona in. Um, ja, dat heeft ons heel veel gebracht. Kijk, toen zaten we echt nog alleen in Jersey. Dus uh, die, zeg maar, de voorpakken, mm -hmm. hoe het uh, op straat wordt genoemd. Maar ja, als iedereen thuis zit en uh, nergens meer uitgaat of naar restaurants gaat, uh, dus zie je gewoon de luxe merken. De, wie ging er toen nog een Saint Laurent zijde overhemd halen? Ja. Want je bleef ja. thuis. Je, ja, ja, je, je ja, gaat niet met je vrouwtje thuis uh, in de zijde shirt uh, yeah. staan te koken. Dus Wat gingen mensen veel doen? Die gingen support je locals. Lekker thuis in een joggingspak. Uh, ik denk dat wij een fijne fit hebben in, in hoodie. Dus ook de vrouwen gingen dragen van de mannen. Um, ja, toen zagen we echt wel dat de aantallen stegen. Dan gingen we daar ook campagnes op voeren. Dat yeah, was heel erg toen van stay at home. En die vibes uh, waren natuurlijk. Dus wij gingen toen eigenlijk de Rulers of the City campagne in. Een soort van home campagne steken. Dan gingen we naar mensen thuis in hun uh, thuisomgeving fotograferen. En ook dat zij weer een verhaal konden vertellen van... hé, hey, wat heeft corona eigenlijk voor invloed op jouw dagelijks leven? Dus ook dat mensen de ruimte kregen om te vertellen... ja, sommige mensen raakten er depressief van. Voor sommige mensen was het juist business was een hele mooie tijd. Uh, maar ook daarin weer van... hé, hey, niet sales-driven, maar mens-driven. van mm. de persoon... vertel eens wat, weet je, wat doet dit met je? En ik denk, ik geloof sowieso dat dat de basis moet zijn van alles. Als je ja. helemaal focus op sales hebt, ja... Ik kan je volledig. En ik wil nog even, even een paar stappen terug, want het moment van uh, instappen van jou bij oh. voor. Um, ja, hoe, hoe is dat gegaan? Want had je al een connectie met? Kende je was het? Nee, nou ja, ik kende het al uh, een tijdje. Ik heb voorheen echt heel veel gedaan. Ik, ben, uh, ik heb Hugo Bos gewerkt. Ik heb voor Nike gewerkt, Korf Hoe deed je daar? En welke functies, ja. verschillende, verschillende, verschillende functies. Verschillende uh, functies. Van regio manager, store manager, sales manager bij de Bijkorf. Uh, ja. Eigenlijk meer echt wel retail functies. En eigenlijk altijd wel een soort van om elkaar heen gedanst. Niet echt, maar gewoon respect voor elkaar gehad. Ik had nooit verwacht. Ik zat natuurlijk veel meer in een corporate omgeving. dat ik voor een familiebedrijf zou werken. waar je dicht op elkaar uh, dicht op elkaar's huid zit, et cetera. En eigenlijk uh, Daan Dekker, die nu bij ons nog steeds werkt en brand director is, uh, ja, werkte toen al bij voor. En die zei: Van uh, jullie moeten toch echt een keertje gaan praten. Ik denk dat jullie heel goed met elkaar zouden matchen en jullie gedachten en zo. En toen was dus het nieuwe concept in de verhuizing. Toen hebben we een lunch gedaan. En eigenlijk zo, uh, zo ingestapt en van: Hé, hey, laat het maar zien. Toen in de winkel uh, als uh, store manager begonnen, eigenlijk binnen twee maanden. Uh, deed ik het hele bedrijf, zeg maar. Dus, uh, Zo. Ik ben nogal leergierig, dus ik wil het overal tegenaan bemoeien. <laughs>